De Ronde van Frankrijk begint. Oud-toerrenner en drievoudig etappewinnaar Peter Winnen in een drieluik over de zwaarste wielerronde ter wereld. In aflevering 1, het geheim van de Tour. Peter, wat is het toch met die Tour? De Tour is een van de meest fascinerende sportwedstrijden ter wereld. Alleen al vanwege de duur. Ja, 3 weken op een fiets zitten, dat doet geen enkel normaal mens. En al helemaal niet in wedstrijdverband. En waarom doe je dat dan? Waarom doet een mens dat? Ik denk dat hij op 10-jarige leeftijd ongeveer besluit om dat te gaan doen. Omdat hij mensen zien, omdat hij mensen ziet die het ook al doen. En het is een bepaald heroïsch avontuur, hoor, die Tour. Dus elk jochie wil de held gaan uithangen. Ik denk dat het daar wel mee gezegd is. Ja. Je bent 3 weken onderweg. Dus dat is een nomade bestaan. Hotel in, hotel uit. Dat is een van de meest prettige dingen in een Tour de France. Om 3 weken lang de oogkleppen op te zetten. En nergens meer aan te denken dan aan je zadel en je benen en aan die wedstrijd. En de wereld draait door, maar je hebt het helemaal niet in de gaten. Je leeft op de vierkante meter, als het ware. Dus je vindt het eigenlijk hartstikke leuk om de Tour te doen? Het is... In een bepaald opzicht aangenaam, ja. Alleen al doordat je een afleiding hebt, je hoeft niet na te denken? Nee, door die enorme focus. Het is niet zo dat je niet nadenkt, maar je bent op een onbehoorlijke manier geconcentreerd. Je bent bezig 3 weken lang met het allerbelangrijkste wat er op de wereld te vinden is. Namelijk het fietsen van die Tour de France. En dat besef je op dat moment, dat het allerbelangrijkste is? Nou, eigenlijk heb je geen keus. Je zit daarin. 3 weken in een mannenwereld. Ja, nou goed, het is maar 3 weken hoor. Maar seks? Seks in de Tour. Kijk, in het wielrennen is het al sinds mensenheugenis zo dat seks een behoorlijk taboe is. Men heeft er behoorlijk angst om met bepaalde sappen ook je krachten weg te doen vloeien. En van ouds af, vanuit de traditie. Is wielrennen in het algemeen, maar toer in het bijzonder vrouw onvriendelijk. Maar er is dus 3 weken geen seks? Er is incidenteel wel seks, ja. Incidenteel seks? Ja, nou er zijn wielrenners die erbij zwegen om af en toe de daad te verrichten, zal ik het maar noemen. Die ook meestal de dag nadien een bijzondere prestatie neerzetten. En hoe stond het met jouw seks in de Tour? Dat was minimaal. Minimaal? Ja, in de regel wel. Je hebt weinig puff nog in de Tour. Ja. Maar een rustdag? Op een rustdag dan zou het kunnen, ja. Hoe vaak heb je de Tour gereden? Ik heb zelf 8 keer gereden. En ik heb hem 6 keer tot in Parijs uitgereden. En waarom maar 6 keer? De kans bestaat in zo'n Tour dat je wat oploopt. Dat heb jij gedaan? Ja, dat is 2 keer gebeurd. Eén keer een beetje beroerde valpartij en de andere keer een virus, griepachtig ding. En einde dan, carrière? De laatste val, dat was einde carrière, ja, meteen. Ja. Ja. Ben je blij dat je dat gedaan hebt, die Tour rijden? Ja, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Het is, sommigen noemen het rock'n'roll, maar het is niet helemaal waar hoor. Het is op een onbehoorlijke manier intensief. En je gaat zo diep in jezelf om dat beste eruit te halen. Ik heb tot nu toe, ben ik niks tegengekomen waarin datzelfde mogelijk is. Ik vind wielrennen... Veel fraaier dan het leven zelf. Hè? Okay. Vergeleken bij wat wij het gewone leven noemen. Het gewone leven is een slap aftreksel van het wielrennen. zo heb ik het wel ervaren. Ja. Ja. Het is die enorme aanslag, het is die uitputtingsslag wat fascineert. En de manier hoe mensen... Dat tot een goed einde proberen te brengen en behalve tot een goed einde brengen ook nog eens proberen te winnen. Hè? Ja. Van een,
een ander. Er is in de loop der jaren zo ontzettend veel veranderd. Er is veel veranderd. De coureurs rijden met communicatieapparatuur in de oortjes. In die zin zijn ze iets minder deel van de wedstrijd geworden, maar meer afhankelijk van de regisseur. Op het gebied van voeding is er ontzettend veel veranderd. Er is geen enkele coureur meer die zonder diëten het jaar doorkomt. Ik denk dat op dit moment de druk op een wielrenner wel groter is, hoor. Vanuit de grote bedrijven, hè, waarvoor ze rijden, vanuit de grote sponsoren. Ze zijn veel meer gedwongen om binnen in de filosofie van het bedrijf te passen dan dat ze echt individuen met een persoonlijkheid zijn. Er is ongelooflijk veel veranderd op het gebied van de medische begeleiding. Hè. Ik ben denk ik van de laatste wielergeneratie waarin nog iets frivoler tegen dat begrip doping aangekeken werd. En, op dit moment heerst een absolute nultolerantie, maar ook een druk vanuit maatschappij, vanuit het bedrijfsleven, dat die sport, die wielersport, moet absoluut brandschoon zijn. Hè? Terwijl je op je vingers kunt natellen dat een wedstrijd over 3 weken, door die geweldige decors, daarvoor heb je een stralende gezondheid nodig. En tegelijkertijd is het fnuikend voor de gezondheid. Ja. Dus dan voel je al dat daar daar wringt al wat. Je gaat het volgen, weer die Tour? Ja, ik ga het uiteraard weer volgen. Blijf het altijd volgen, denk ik wel. Ja. En gaat er ook naartoe, weer? Ik ga er ook naartoe dit keer. Dit keer als gast. Ik ben uitgenodigd. Dus ik hoef me alleen maar in de watten te laten liggen. En met de ogen uit te kijken weer. Ja. En je wordt onmiddellijk herkend? Jawel, dat blijft nog steeds. Aan elke toerdeelnemer, dat blijft wel iets aan hangen. Hè? Ja. Er is toch iemand die ooit de onderdeel heeft uitgemaakt van dat curieuze circus.